Goedemorgen. Ik heb het cameraatje even op een vreemde manier. U ziet mij ook heel vreemd. Maar ik heb hem vergeten op te laden. Dus, en mijn touwtje is niet lang genoeg. Dus ik moet hem even zo vasthouden. Ja, gisteravond All Blacks tegen Lubbock in het rugby. Wat een wedstrijd zeg. Dit is echt, ja, zoiets van, hoe speel je rugby? Tenminste van de All Blacks. Frankrijk werd aan alle kanten weggespeeld. En, ja. Daarna kijk je naar voetbal en dan valt er eentje en dan, oh, ik heb zo'n pijn in mijn teen. En dan de scheidsrechter lopen van, hij heeft me een klapje verkocht. Ach man, het zijn toch een stelletje mietjes die voetballers. Maar ja, dat zal wel mij leggen. Dus, ja, en wat ik daarnet ook al zei, of tenminste, dat ik bedacht dat mijn cameraatje niet opgeladen was. Ook met die asielzoekers, ik kan het niet meer horen. Iedereen die zal wel zeggen van, ja, dit is racistisch, maar ik vind die gasten moeten gewoon opzouten. Het is hier een heel klein landje. En laten ze, weet je, ergens anders gaan zitten of zo. Bij een thuis, hè? Thuis voor de buis. En dan nog zeiken dat er geen toiletpapier is of andere dingen. Nee, dat hadden ze thuis wel. Toiletpapier gaat heen. Dus, als ontbijt heb ik, ja, puntjes zitten nou op de azen. Maar ik heb tomaat omwikkeld met kalkoenfilet. Ik heb niet veel trek om te eten vandaag. Goedemiddag. Wat een rotweer is het. Ik ging even een lamp halen. Gelijk mijn rondje gedaan. En ik heb zoiets van, alleen maar regen. Ik kwam terug als een versopen kat. En dan krijg je nog een mailtje van je zusje. Die in Antilles zit. I live on an island with every day the sun. You call it paradise, we call it Curaçao. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Het is gewoon rot weer. Het is herfst. En ik heb mijn rondje gedaan. En ik doe vandaag helemaal niks. Ik hou vandaag echt helemaal rust. Als lunch heb ik een omelet. Heb ik een omelet. En met tomaat en champignons. Ik ga vanmiddag weer heerlijk rugby kijken en vanavond ook. En voor vanavond heb ik een fritella op het menu. Dat wil ik gaan maken. Dus nou, daar zijn we wel weer. Het is vandaag een heel kort filmpje, denk ik. Want ja, ik ga niet in de regen rijden met mijn cameraatje. Dat doe ik niet. En ik heb vanmorgen 15 kilometer gereden in de regen. Dus ik vind het allemaal best. Ik heb vanavond ga ik een frittata maken van winterse groenten. Ik heb de bietjes, die heb ik alvast geschraapt. Nu hebben we bietjes nodig. Uien. Een winterwortel. En
een zoete aardappel. Dat gaat allemaal de oven in. 25 minuten. En als vlees erbij heb ik twee kip cornet bleus. Dus je krijgt ook nog genoeg vlees naar binnen. En dat is het voor vanavond. Dit is de frittata met wintergroenten. Ik laat hem nu zo zien, want als je hem op, ik krijg hem er nooit heel uit. Dus dit is wel een mooi plaatje zo. Goedenavond. We zitten hier nou voor het avondeten. En het diner. Zoals het heet. En ik... ik heb vandaag niet veel gedaan. Ik heb 15 kilometer in totaal gefietst. Maar ik ben de halve middag bezig geweest om een lamp op te hangen. Dat ding. Mijn god. Als je wat ouder wordt, dan word je wat kipperiger. Zelfs met een leesbril lukte het niet. En dat waren, ik moest twee draden in één zo'n gaatje doen. En wat een gedoe zeg. Maar ja, hij hangt, hij brandt. En ja, anders, nee, dat mag ik niet zeggen. Dus, en wat ik zei vanmorgen over die vluchteling, want we hebben net in het begin over die vluchteling, ja, dat meen ik echt. Ik ben het een beetje zat. Het kost ons weer 1 miljard. En dan zeggen ze, ja, het is in de begroting hebben we dat meegenomen. Nou, ik ken die sprinkhanen. Die hebben dat nog nooit in die begroting meegenomen. Dus wie kan het zometeen gaan dokken? Wij. Dus. Nou ja. Ik kan me de boze over maken, maar dat doen jullie niet. Morgen ga ik weer lekker trainen. Ik heb, nou, jullie hebben het gezien. Een frittata. En hij is er. Ja, grotendeels wel mooi uitgekomen. Op mijn bord. En ik heb twee kippen. Wat is het? Cordon bleus heb ik voor mezelf. Dus. Nou, ik kijk nou naar rugby. Ik heb een beetje... Als je een grote kerel van 2 meter, maar ik heb een beetje zitten hier ook en ik schiet wel vol. Want ze staan voor de schotten. Dus ik hoop dat het zo is. Dan staan ze volgende week in de halve finale. Tegen Uruguay. Dus Pluisje, die zat ook op de tribune. Ze dachten eerst dat het de bal was, maar dat was het niet. Dus, nou, dames, heren ook. Ik wens u een hele prettige avond. En tot morgen.